Je hebt het misschien kunnen zien. Afgelopen weken was ik te gast, had ik de eer te gast te zijn bij de collega's van Café Corsari, samen met mijn beste maat Kevin Janssens. Mocht ik een beetje komen praten over Shaun Late Night en zo. Enorm fijn. Ik moet het ook eerlijk zeggen, enorm toffe show. En man, heb je het gezien? Knap je niet. Enorm leuke show. Betalen de voorschotten op tijd. Dat is echt... dat werkt. Heel professioneel, wil ik dus zeggen, gaat het er daaraan toe. Maar echt tot de chocomousse bij de catering. Ja, zo'n soort show wil ik maken. Ik geef dat eerlijk toe. Dat vind ik fijn. Ik heb toen ook toen die uitnodiging binnenkwam van Café Corsari meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens backstage te gaan kijken. Ja, om wat ik daar aantrof. Het overtrof mijn stoutste verwachtingen. Het was een soort van schoolreisje, zeg maar, vol verwondering van hoe het dus wel kan. Helemaal anders dan dat kleine geneuzel hier soms. In deze studio met deze show. Ja, ik was totaal onder de indruk. Café Corsari. Zie je dat? Zo, met Shaun Late Night. Oh, sorry. Shaun Late Night. Café Shaun. Chez Shaun. Is er hier nog job voor zo'n extra presentator of zo? Dat is een beetje vragen. Ja. Vermoed, allez, als Thomas of Rick ziek vallen, het is maar. Ah, jong. Mooi, gezellig. Oh. Daar. Café Corsari, van maandag tot donderdag om 20:30, live op 1. Dat moeten wij hebben, hè. Posters. Telefoons. Plakband. Alles hebben ze hier. Zou ik eens een auditie mogen doen voor u, een soort van... Ja? Goedenavond en welkom bij Café Corsari. Ik en Freek zijn weer enorm blij om u te mogen verwelkomen. Want vanavond heel grote gasten, waaronder Veronique de Kok met haar nieuwe baby. Kevin Janssens komt ook nog langs. En Prins Laurent zou ook eens kunnen binnenspringen. Wat? En nu nog een mopje. Hallo, kieken op mijn villo. Nee. Daar zijn ze. Hey, Jean. Bij Freek, bij Thomas. Welkom. Hallo. Goed, goed. Ik ben helemaal onder de indruk van de redactie hier eigenlijk. Proper, hè? Is mooi, joh. Ja. Proper. Rustig. Hier, mijn kartonnen doos met de... Ja, als je een mok moet hebben, hè. Alsjeblieft. Oh, dat is goed. Dat is voor, voilà. Maar er is hier niet nog een jobje voor mij of zo. Of een jobje waar koffie rondbrengen zou toch zijn. Ja, ja. Als je dit doet, dan maak je koffie. Welkom bij Café Corsari. Wat Freek, wat zeg je nu? Hey. Vandaag in de uitzending de koning. De koningin, die kon jammer genoeg niet komen. Vertel jij het voor de rest maar, Freek. Jongens, toch, ben je toch een grapjas. Oh. Hier zijn ze dan. Die en die, och, allemaal die gasten die ik nooit geregeld krijg bij Shaun Late Night. Fantastisch. Ze hebben daar geld genoeg. Ik kom maar iets meepakken, dan hebben we hier ook nog iets om te drinken. Nee, maar om nogmaals te zeggen, topshow. Toch, iedereen die luid applaudisseren, dat is ook terecht. Groots, professioneel aangepakt, rustige redactie waarop te werken valt. Helemaal anders, jammer genoeg, dan hier. En dat begint dus al bij mijn redactie. Om het te bewijzen, ja, maar het is triest hoor, dames en heren, heb ik even een camera erop gezet deze week. Hier zie je ze. Het is mijn redactie. Dus een tafel, geen computers. Denk, dit is dan de Yuppie, dat is wat de research die gebruikt wordt. Hier zie je links dan Chris, een Indiër uit een sweatshop, heb ik die gehaald. Is een goede werker, maar ik versta hem niet. En dan Lander, wat valt daarover te zeggen? Iets te weinig zuurstof gekregen bij de geboorte. En het zijn trouwens zijn eigen teennagels die aan het opfretten is. Ja, heel speciale mannen, enfin.